Ik kan er niks aan doen, maar bij deze passage moet ik altijd denken aan Jägermeister. Alleen als die ijskoud is. Dus die hele passage met de geweien en de herten die daar zo rennen. En Aeneas die ze vanaf de top van de berg ziet. En dan denkt hij, ja, kom maar, daar gaan we zo. Jägermeister. Nou, dat. Waarom Duits altijd zo raar klinkt uit mijn mond, dat moet je mij niet vragen. Daar zal ik ook verder niet op ingaan. Maar, nou ja, ik moest een plaatje hebben als inleiding. Zij had deze. In deze passage, dit zijn maar een paar versen, dit zijn er een stuk of 8, kom ik grammaticaal nog even terug op de zogenaamde locativus aan de hand van dat humi, wat hier staat, om aan te geven dat je een paar woorden hebt die, als je die tegenkomt om te vertalen, je altijd met een plaatsbepaling moet bepalen. Dus humi zometeen op de grond, maar daar kom ik dan op terug. Ik begin met constititik. Hier, of toen bleef hij staan en hij corripuit iets en hij greep iets. Nou, wat hij greep is een accusativus, arcum en celeres sagittas. En dat deed hij manu, met zijn hand. Ablatieve. En hij greep met zijn hand zowel de boog als ook de snelle pijlen. En nu krijg je iets raars. Quaetela. Quaetela, dat verwijst terug naar die, snelle pijlen. Welke wapens? De fidus agates, want dat is allebei nominatieves. De trouwe agates gerebald bij zich droeg. En wat doet hij dan? Primum doet hij iets. Nou, eerst sternit. En dat sternit betekent letterlijk strekken, vlak maken. Eerst strekt hij de doctores ipsos, de leiders zelf. En dat zijn natuurlijk de herten, maar die noemt hij hier nog niet herten. Maar dat wordt duidelijk als je dit tussenstukje vertaalt. Capita alta virentes, dus dit is nominativus. Die hoort bij die doctores, terwijl zij de hoge hoofden dragen, terwijl zij de hoge de hoofden hoog dragen, mag ook, dan vertaal je het predicatief, cornibus arboreis, met vertakte horens. Dus, dat doet hij als eerste. Tum, volgos, et omnem, turbam, miscet. Vervolgens mengt hij, dat is dat misket, het volgus, of het vulgus, het volk, en dit is een onzijdig woord op oes, vandaar dat die accusativus is hier en niet nominativus, en de gehele troep. En hoe doet hij dat? Agens, terwijl hij, dat vind ik even aan hen, telis, met wapens, inter nemora frondia, tussen loofrijke wouden, frondia, nemora, voortdrijft. Dus dat is wat hij doet. En dan kom ik bij het stukje van 192. Prius kwam is niet eerder dan, nec prius kwam eigenlijk, en niet eerder op absistit, houdt hij op dan dat hij septem ingentia corpora, dat hij 7 enorme lichamen, fundat, dus conjunctivus, neerlegt, victor, als winnaar. En waar legt hij ze neer? Humi, daar heb ik al, op de grond. Dat is een locativus. Het lijkt op een genitivus, uitgevoerd is namelijk i, maar is niet altijd zo, maar je hebt er 3 die eigenlijk wel van belang zijn om te onthouden, namelijk humi betekent op de grond, domi betekent thuis, en niet van het huis, want domus is van groep 4, heeft dus als genitivus domus, en als locativus domi, thuis. En romai, ook met een i eigenlijk hier, maar die schrijf je dan met ae, betekent in Rome. Dus humi op de grond, domi thuis, romai in Rome. Nou, hier humi op de grond. En het numerum cum navibus aequet. En het aantal met de schepen, weet je nog, het waren 7 schepen, in evenwicht brengt. Nou, wat doet hij daarna? Van hier, petit portum, van hier gaat hij naar de haven,
Hierna gaat hij naar de haven. En partitoer en verdeelt hij hen. Socio's en omnes, ook bij, hoort bij elkaar, allemaal accusatives, afhankelijk van dit in. En verdeelt hij hen onder de makkers. En het gaat dus over die herten nog steeds. Goed, gaan we binnenkort weer verder met het vervolg.